De koers van Bitcoin explodeerde gisteren omhoog. Wat is er aan de hand en wat wordt de volgende beweging? Dag mensen, een hele goede dag en welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatieve en geen financieel advies. Kun je de content waarderen? Vergeet de video dan niet een like te geven. Abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En vergeet erbij niet op het bel-icoontje te klikken. Vandaag 16 mei, pas op voor de spammers en scammers onder in de comments. En waarom? 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 Nou, in ieder geval omdat de CPI-cijfers naar buiten zijn gekomen en die zijn lager dan verwacht. Hè, dus month-on-month uh, month, uh, is het lager en year-on-year year is het hetzelfde. Of, trouwens ook lager, hè? dus de verwachting was lager. Het is ook lager en de markten zien dit als risk-off. Oftewel, nu de CPI inderdaad toch weer wat naar beneden kruipt, zal de Fed de rentes moeten gaan verlagen en dat zien zij als bullish. En daarom zagen ze dan ook een grote sprong in de koersen. Waaronder dus ook Bitcoin, maar ook heel veel altcoins deden mee, waaronder neer uit de vorige video. Goed. Naast dat zien we ook heel veel bullish nieuws. Uh, Millennium, Millennium Management hè, die heeft aangegeven 2 miljard ETF-holdings te hebben uh, per Q1. Wat hier interessant is, is dat het 3% is van hun fonds. En dat is best wel veel, want je ziet eigenlijk best wel vaak, ja, vanuit de grote jongens in ieder geval, als je in Bitcoin investeert, stop dan 1% hè, in, je, in, in, in Bitcoin. Maar zij hebben er dus al meteen 3% in gestopt. En dat is top. En dit zal ook meer worden. Ik verwacht dat in de komende jaren dat dit percentage steeds meer omhoog zal gaan. Naast dat, Amerikaanse staat koopt ook nog eens 100 miljoen dollar aan bitcoin. Ook dat wordt als bullish ervaren. Dit was wel uh, eergisteren en dat gaat om de Amerikaanse staat Wisconsin. Dus ook hier, we zien Amerikaanse staten bitcoin kopen jongens. Um, dus interesse is er zeker. En naast dat zagen we gisteren uh, 300 miljoen aan inflows bij de ETF's. En dat is weer een stuk meer dan dat we in de afgelopen weken hebben gezien. Uh, we hebben zelfs uh, meer outflows ook een beetje gezien. Hier een paar inflows, maar we hebben al een tijdje wat ja, minder inflows. Maar nu dus eigenlijk weer een mooie inflow. Dus dat is goed om te zien. En ook de koersen gaan daarin mee. Dus je zou kunnen zeggen dat ook de grote jongens FOMO voelen. Dan, uh, wat kunnen we op korte termijn verwachten? Wat wordt de volgende beweging? Nou, wat we eigenlijk zien is, is dat de funding rate eventjes negatief was gisteren. En daarom hebben we waarschijnlijk ook een goede short squeeze omhoog kunnen krijgen. Hier zitten best wel veel stoplossers waarschijnlijk, liquiditeit. Koers is nu wat meer zijwaarts aan het gaan. En dat is vaak eh, een teken dat we of een, uh, af, ja, een top gaan maken hier. En dan dus door kunnen gaan naar beneden. Of dit is iets van een uh, reaccumulatie. Maar dan moet je dus uitbreken voordat je dus doorgaat naar boven. Maar tegelijkertijd, we hebben hier dus een goede sprong in de open interest gezien. Terwijl de koers ook omhoog gingen. Vaak. En we zien nu dus ook weer dat de funding rate aan het toenemen is. Dus we zijn waarschijnlijk in de fase beland waarin mensen long gaan. Maar dan eigenlijk te laat. En dan kun je dus vaak nog een goede smak naar beneden krijgen. Ik denk niet dat we weer naar de lows gaan. Maar een goede beweging na deze eerdere highs. En wat nu dus een support zou moeten zijn, is absoluut goed mogelijk. En dat gaan we zo direct op de grafieken verder wat gedetailleerder bekijken. Maar deze: de opgelopen funding rate en de open interest suggereren een beweging omlaag. Liquiditeit is in ieder geval omhoog te vinden, ook omlaag, rond de 50.000 dollar. Maar vooral hier omhoog, eh, 65.800, de 68.500 en ook hier tot aan de 70k eigenlijk. Dus Goede kans dat we hier verder omhoog zullen bewegen. Maar vaak zien we na een goede beweging mogen toch iets van een pullback voordat de koers doorzet. Op de 7 dagen zien we dus dat hier een mooie liquidatiezone is gepakt. Heel veel liquiditeit op de 7 dagen zit onder de koers. Maar met elk indicator geldt. Ook hè, hoe hoger de timeframe, hoe betrouwbaar de informatie. Nou, is deze informatie wel betrouwbaar. Maar gezien de beweging um, en de verwachting, is dan ook hier dat we deze liquiditeit voorlopig in ieder geval niet zullen gaan ophalen. Maar dat we eerst naar boven zullen gaan. En dat gaan we zo direct ook weer op de grafieken bekijken. En hier zien we wat liquiditeit ontstaan op de 65.811. En op de 12 uur, maar dat kan dus wel heel snel veranderen. Zien we ook liquiditeit hier op de 67.000. En we zouden dus die pullback kunnen krijgen naar de 65.450. Ongeveer voordat we voortzetten omhoog. Bybit, spons van deze video. Als je met mijn referral link onder in de videobeschrijving een account aanmaakt, krijg je bij het soort van 100 tot 300 dollar, 20 tot 40 dollar vrij opneembaar als je dat doet binnen 7 dagen na het aanmaken van een account. Rechtsboven een overview van wat je daar kunt vinden en doen. Nog heel even de wekelijkse erbij. Ook al hebben we een deel van de week gevuld, uh, zijn we nu omhoog gegaan. Wat hier positief is, is dat we inmiddels boven de open van vorige week zitten. En dat suggereert ook dat we hier nu weer naar de bovenkant van de blauwe lijn kunnen gaan en de 69. Duizend dollar ongeveer. En we zitten nu dus ook boven de witte stippellijn. Dus boven de helft van het neerwaartse kanaal. En dat is positief. En als we dat ook boven kunnen sluiten, dan betekent dat dat we in de bovenste helft zullen gaan spelen voorlopig. Futures grafiek, de gap is niet volledig gesloten. Dus die is wel nog deels open. Als je heel erg inzoomt. Dan zie je dat die wel deels gevuld is, maar dat er nog een klein stukje is dat niet gevuld is. Kan altijd nog gebeuren, maar op dit moment is het momentum omhoog in ieder geval. En wat we ook zien is dat we nu eindelijk een uptrend hebben op de dagelijkse. He, dus hier hou ik het eigenlijk gewoon heel, heel, heel simpel. He, we zitten hier in de range. Zolang we in de range zitten, blijven we in de range zitten, kunnen we uitbreken naar boven. Als we naar boven uitbreken, dan kijk ik naar de 85.000 tot 90.000 dollar als eerstvolgende target. Zolang we in die range zitten, kunnen we ook nog de support hier verliezen. En doorgaan richting de 50.000 tot 52.000 dollar en de 200 moving average. Die uh, langzaamaan omhoog aan het bewegen is. Dus dit ziet er in ieder geval op korte termijn uit. Hè? We zitten gewoon nog steeds in de range. Maar we zouden wel naar de bovenkant van die range kunnen gaan. En we hebben hier dus een uptrend. Dus we hebben hier een low. Low high. High low. High high. Dus dat is allemaal eh, ja, positief eigenlijk. En als je een uptrend hebt, dan verwacht je ook dat de volgende beweging verder omhoog zal zijn. Ook als er een pullback komt. Ook goed om te zien, we zitten hier boven de 50 moving average, wat voorheen weerstand. Weerstand, weerstand was. Eerder support, weerstand. En hier eigenlijk ook nog wel support. Dus dat is positief. En als we dit support kunnen houden, dan verwacht ik dat we doorgaan richting de bovenkant van de range. En dat heb ik hier ook uitgetekend. Oh, niet hier, maar hier. Um, dat we dus naar die volgende groene target kunnen gaan. Dus. 8 mei liet ik al weten dat ik hier in deze blauwe box hier wilde instappen. Hier had ik orders klaarstaan. Nou, target 1 is inmiddels geraakt. We zijn bijna bij target 2. En dus echt um, in de Telegram groep, en de WhatsApp groep en op YouTube laat ik zien wat ik verwacht. Maar echt in de Premium Discord groep laat ik ook regelmatig weten wanneer en waar ik instap. Maar ook waarom ik instap. Maar ook de invalidatie. Dus deze zit mooi in de groen. En nu is het eigenlijk kijken, wat gaat de koers hier doen? Ook hier nogmaals boven deze paarse lijn, de 50 moving average. Dus dat is positief. We zouden hier nog wel iets een de pullback kunnen krijgen. Maar ik verwacht dat dit doorzet in de komende dagen. Misschien duurt het wel een week, misschien duurt het wel twee weken. Um, dat we richting de bovenkant van de range gaan hier. Richting de 72.000. En misschien wel echt de top daarvan. En dat zit hier op de 74.000 dollar. En we zien in ieder geval de liquiditeit op de heatmaps doorgaan tot aan de 70.000 dollar. Dus ik verwacht hier voornamelijk meer groen. Er is hier een mooie uptrend. Low, high, high, high. Dat ging verkeerd. Low, High, higher low, high high nu en in alle gevallen verwacht ik nu eigenlijk ook dat we een higher low zullen gaan maken om vervolgens door te gaan zetten naar boven toe. En op de lagere timeframes, op de 4 uur zou er een mooie entry kunnen zijn daarvoor, want ook dit komt uit de vorige video. We hebben hier een inverse head and shoulders wat een bullish patroon is, linkerhoofd, sorry linkerschouder, hoofd, rechterschouder. Nu is er een uitbraak hier. Met volume, dat wil je graag zien. En we zien nu consolidatie op laag aflopend volume. RSI is overbord, dus je wilt dat hij eigenlijk een beetje afkoelt. Je wilt dat hier eigenlijk een pullback komt. Betekent niet dat we het krijgen, maar als we het krijgen, dan is dit een mooie instap. Hè? De groene box hier, de 64.400, 63.700 en we hadden het over de 65.300 geloof ik ongeveer. Dus als we hier een mooie pullback krijgen, dan is dat een mooie entry voor deze inverse head and shoulders target 1. Target 2 en uiteraard zijn wij al eerder long gegaan in deze regio. Dus dat zit al mooi in de plus. En wat natuurlijk ook kan, hè, je hoeft niet die pullback te krijgen. Er is hier absoluut wat FOMO, ook al zijn er wat indicatoren die zeggen, ja, het zou gezond zijn om iets van een pullback te hebben, maar je kunt altijd gewoon een voortzettingspatroon krijgen. Nou zie ik hier nog niet per se een mooi voortzettingspatroon. Dus we hebben hier eigenlijk de, de highs. We hebben hier de lows, dus je kunt hier een zijwaarts kanaal van maken. En als we deze nu mooi kunnen uitbreken en support kunnen houden dat is het belangrijkste support kunnen houden dan zou je dus ook gewoon ja, keihard door kunnen zetten. Anders krijg je hier uitbraak, hertest. En dan heb je ook ten een mooie scalp short. En dan zie ik dat de koers wel weer terug gaat naar deze groene box. Maar dat wordt afwachten. Wil je leren traden? Doe de gratis kennismakingscursus. Je vindt alle links onder in de videobeschrijving. Deel 1, je eigen analyses leren maken. En deel 2, daar kun je dus leren over hefboomtraden en andere tools om een betere trader te worden. Meer updates over de week 1 in het WhatsApp-kanaal of in het Telegram-kanaal. Scan de QR-code, gebruik de link en dan kun je daarin terechtkomen. Dan ook uit de vorige video. nou Hier is dus een mooie uitbraak geweest van de falling wedge. Voor uh, neer. Vervolgens, eigenlijk een keiharde pump. Goed volume. Maar hetzelfde verhaal als Bitcoin. RSI is hier wel iets overbod. En de koers. Hè, je ziet dat het momentum ook gaat aan het afnemen is. He, dus de candlestick bodies... die worden steeds kleiner... wat aangeeft dat het momentum aan het afnemen is. We hebben zelfs een rode candlestick hier. Volume begint af te nemen. RSI is overboord. Dus dat suggereert allemaal... dat we iets van een pullback zouden kunnen krijgen. Nogmaals, niet gegarandeerd... maar als we een pullback krijgen... en we komen terug richting de 7,68... de 0,382 Fibonacci en de 0,5... en eigenlijk het liefst ook de golden pocket... maar dat hoeft niet. He, dus hier zit een high die kan worden getest. Hier zit nog een high die kan worden getest... Dus of we gaan terug naar de support van de neckline. De neckline die is gebroken eigenlijk. Of de golden pocket met deze high hier. Hoe dan ook, in deze regio zoek ik eventueel een instapmoment voor de rest van de inverse head and shoulders. Waarvan target 1 ligt op de 8,58 en de tweede target op 10,46. Goed, um, dat was het voor deze video in ieder geval. Ben benieuwd wat denken jullie dat Bitcoin gaat doen. Blijf bij de 70k steken. Gaan we naar de 74k. Gaan we de range breken ja of nee? Hoe dan ook, laat het weten onder in de comments en ik zou zeggen happy trading, een hele fijne dag en tot de volgende video.